loop echt heel voorzichtig. Praat er maar niet zoveel uit. Er zit hier een adder. Die zie ik niet iedere dag, dus dat vind ik leuk. En het leuke van adders is dat ze, nou ja, zo goed als doof zijn. Maar wat ze wel heel goed kunnen registreren zijn trillingen die via de grond tot dat beestje komen. En zo registreren ze ook onder andere hun prooien. En hij ligt daar, ja, bijna verscholen in een heidepol. En het eerste wat ik zag, dat was die mooie zigzag. Ik denk dat het een mannetje is, want hij is vrij licht gekleurd. Het was een mooie, een beetje dat olijfgroen naast die zigzag. En wat je de hele tijd ziet, is dat hij zijn tongetje uit zijn mond steekt. En zijn tongetje, dat is de andere manier om zijn prooien mee te registreren. Want dan vangt hij geurstoffen mee op. En in zijn lijf kan hij dan uitmaken wat het is. En dat is wel grappig. Eerder op de dag hadden we al zandhagedissen. Die leggen eieren en dat worden uiteindelijk nieuwe hagedisjes. Terwijl de adder heeft een andere strategie. Die heeft ook zon nodig om op te warmen. Maar die legt geen eieren, maar die broedt de eieren als het ware uit in het lijf van de vrouwtjesadder. En als die adders dus uit het ei komen, dan komen ze dus levend geboren uit die adder. En het is een strategie waarmee ze dus ook in het hoge noorden, zelfs in Lapland, in Noord-Zweden of Noorwegen, kunnen ze daardoor daar zitten. Als de zon maar schijnt, is dat genoeg voor die adder. Zeldzaam beestje geworden, heel veel plekken verdwenen. En hier schijnen er nog heel veel te zitten. Maar ja, zie ze maar eens. Verborgen in zo'n heidepolletje.